dus een hele goede avond, mensen van het goede leven. Was dus zo net eens even nieuws aan het kijken. En het bericht van Ridwan Taghi, de grote man. Wat is het leven nadat ze een koning in Frankrijk. En goed geleefd en alles heeft gehad. Wat een mens zich maar kan wensen. Maar wees nou eens eerlijk. Is dit het nou allemaal waard? Is dit het nou allemaal waard geweest? Die man heeft levenslang. Hij komt nooit weer vrij. Wat ik hier eigenlijk gewoon meer wil zeggen. De statepoint. Mensen. Ook maar ook vooral de jeugd. Want kijk. Blijf uit die wereld weg. Ja? Want als je één keer in die wereld zit. Dat kringetje dat blijft om je heen lopen. Dat cirkelt en het cirkelt en het cirkelt. En in het begin is het allemaal leuk. Je verdient er een beetje aan. Hè? Je koopt leuke dingen. Jij koopt meer dingen dan wat een ander kan kopen. Jij koopt het elke dag. Jij koopt er wel 10. Maar je zult het zien. Na een lange tijd. Time will tell. Want dat geld is allemaal nep. Op een dag heb je helemaal niks meer. Of je bent arm, of je bent doodongelukkig. Of je zit vast en je blijft vastzitten. En geloof mij, en je zult denken van, Wietz, denk je dat jij een wijs man bent? Ik ben een wijs man, ja. Ik zat vanaf mijn 14e jaar, zat ik dus in die wereld. Ik heb dus heel lang in die wereld gezeten. En dat cirkeltje draaide dus ook heel lang om mij heen. Die mensen blijven om je heen dalven. Die blijven maar terugkomen. Het zijn net mieren. Zorg dat je afstand neemt van dat soort mensen, snap je? Ik heb er ook heel veel geld mee verdiend. Het is niet om te overdrijven, ik kan minimaal elke dag 500 om uit te geven. Hier een hele lange tijd achter elkaar door. Poen, poen, poen en nog eens poen. Maar wat heeft het mij allemaal opgeleverd? Ik ben goud eerlijk. Ik heb nu gewoon een rustig leven. En minder geld. Maar ik leef nu lekkerder dan wat ik toen leefde. Dat ik 500 op een dag op maakte. Ik maak liever 50 euro per dag op. En dat ik gelukkig ben. En dat ik niet achterom hoef te kijken. Of dat ik bepaalde dingen in mijn handen moet gaan nemen. Waar ik denk van waar ik andere mensen meer verdriet mee aan doe. Waar ik andere mensen meer de grond in werk. Dat andere mensen afhankelijk van jou moeten gaan worden. En dat je samen moet gaan werken met mensen. Wat dus waarschijnlijk al groter dan jou zijn. Die komen op een dag een keer in de problemen. Dan zit jij zelf dus ook in de problemen. Geloof me. Dat leven wil je niet. En als ik jou vertel. Dat geld is allemaal nep. Ik vertel het je. Ik heb ook veel bias meegemaakt. Ja. Ik heb ook 2 keer een jaar vastgezeten. Ik heb goed vastgezeten. Ik heb 2 keer 2 maanden lang in de media beperkt gezeten. Dan zit je 24 uur per dag op een cel. Ja, en ik heb heel goed nagedacht over mijn leven. Hoe het nu allemaal wel of niet hoort. En ik hoop dus dat er dus nu ook veel jeugdige kijkers naar mij kijken. En daar iets van opsteken. Mensen, ga iets doen waar je goed in bent. Er komt waarschijnlijk altijd wel iets op je pad terecht. Dat is bij mij ook zo gebeurd. Ik heb ook van alles gedaan. Soorten sport heb ik geprobeerd. Van voetbal, boksen en kickboksen en MMA. En ik ben nu gewoon een fitnessinstructeur geworden. En waarom dat allemaal? Ik heb dus te veel blessures. 2 gebroken knieschijven gehad. En bij bepaalde sporten zit ook een bepaald prijskaartje aan vast. Je krijgt veel blessures. Blijvend letsel. Ik zeg het gewoon als je jong bent en je wilt echt... Je wilt risico gaan nemen en je hebt lef. Ja? Dan zeg ik van, begin met sporten. Ga de MMA-wereld in. De MMA-wereld is op het moment heel erg populair. En er zit gewoon een stijgende lijn in die sport. Je kunt er ook gewoon heel snel